Wat is dit? Ik verveel me nooit echt of zo. Het leukste uitstapje in coronatijd. Iets wat ik nog nooit gedaan heb. Hey! Hey! Het is een avocado mousse. Ik kan echt mijn tranen niet inhouden. Hey! Jongens, day after Christmas. Ik ga even rennen. Want ik voel me echt een vatsige pudding. Dus ik heb een trui van haar aangetrokken. En let's go. Jongens, gisteren zei ik nog tegen haar. Wolly moet echt ontdekken dat hij vanaf daar op de trap kan komen. En ineens zit hij hier. Hij vindt het helemaal chilling. Ik denk dat hij echt gaat ontdekken dat hij naar boven kan. Hij is nu al dingen aan het ontdekken. Wolly, wat doe je? Ik had trouwens helemaal geen last van mijn knieën. Het was heel lekker, jongens. Toen ik bijna weer bij haar huis was, ging het regenen. Toen dacht ik, nee, ik ga niet terug. Ik ga nog even door. Want ik ga straks toch maar wassen en in bad. Het was heel lekker om weer te rennen. Maar ik krijg zoveel pijn altijd hier. Wat ik dus niet goed door mijn neus kan ademen. Maar als ik vaker ren, dan gaat het altijd wel beter. En nu we ook weer thuisonderwijs moeten geven, moet ik gewoon weer gaan rennen. Ja, ik heb nu geen last gehad, dus dat is top. En zodra ik weer een beetje last krijg, nou, dan ga ik gewoon weer even springtouwen. Of zo. Dit is een Christmas tree. Het ziet er wel aanwachtelijk uit met het madonzout. Zien jullie daar mijn hele mooie nieuwe tas staan? Dat was mijn kerstcadeau. Oh, rennen is echt zo chill. Ik voel me echt helemaal lekker erdoor. Al zie je dat niet, maar je voelt me wel. Nu ga ik weer in bad. Ik ga elke dag in bad. En daarna klaarmaken. En dan gaan we naar mijn ouders. Ik doe echt altijd een masker op. Als ik bijvoorbeeld even er leuk uit wil zien. Het is zo chill. Ik leef echt de hele tijd vanuit hier. Ik vind het helemaal prima. Deze doe ik op. En deze. Ik wou mijn nagels dus doen voor kerst. Kan natuurlijk nu niet, maar... Ik vond ze dus wel heel lelijk. Maar qua uitgroei vallen ze mee. Even deze in mijn haar sprayen. Zie je, ik ben meteen een schattig paasei met dit haarbandje. Zie je? Ja, toch? Waarom is er eigenlijk geen coronakerstlied gemaakt? 20, 30 bier. Sociëteit. Dat is het eerste wat ik film sinds ik hier binnenkom. Supermooi. Vandaag Pieter Dirks. Het is ja, dat een mooi ding. Goedendag. We schrijven het jaar 2020 en Jozef en zijn zwangere vrouw Maria hebben nou een boom getest. Het dichtstbijzijnde testlocatie die plek had was Bethlehem, een klein gehucht in Noord-Groningen tussen Uskert en Wilsten. Er ging geen trein heen en Jozef had de auto moeten verkopen omdat zijn inpasteren trokken de deur van een flatje in de Nazarethstraat in Tilburg achter zich dicht en ging opgeslagen. Het leukste is om naar papa te kijken. Dit is wel heel tof, de tafel. Ja, ja? Het is nogal een menu. Hey, begin maar bij het begin. Lees maar voor. Er zaten twee stukjes hoor. Heb je ook verschillende wijnen bij de gangen? In Woerden. Dat was totaal niet gefoseerd. Eén dag voor de coronalockdown. 10 maanden geleden was dat. Ja. En daarom was die juist leuk. Wat is burrata eigenlijk? Lekker. Zeg maar bij. Ik moest echt vragen waar burrata lag. En jij doet ook wat van die burrata ballen door je eten. Ja, heel lekker. En ik kan nog een foto maken. Het is olijfoliepuree. Dat is dan aardappel met olijfolie. Ja. Nee, niet alleen in plaats van olijfolie, boter, maar ook munt of zo. Munt en geraspte limoen. Je maakt dus ook zelf appelmoes, dat is ook lekker zonder suiker. Ja, dat is goed voor altijd. Oh, dit ziet er mooi uit, die peertjes zo. Ja, ik denk dat ik ook nog bijdragen. Dankjewel. Zo, een goede samenwerking. Moest je het nou in blokjes snijden zodat je het sneller kon koken? Ja, hè? Wat is dit? Zelfgemaakt wat voor soort? Semifreddo. Wat is dat? Zelfgemaakt ijs. Maar wat voor ijs? Vanille. Vanille. Rood. Oké. De kijkers wilden het graag weten altijd. Dit zit er ook doorheen. Wie wil er thee? Wie wil er koffie? Gekkeline. Holly. Hoe leuk dat dit gewoon recyclen van het kerstdiner is. Dit was gewoon allemaal van het kaasplankje van eergisteren. Dit ook. De wijn nog. Kaasstengels. Veggies. Lekker. Hola, het is 8 uur. We hebben lekker de hele tijd geborreld en gechilled. Maar ik ga nog wel even koken met wat restjes. Dus ik heb uitje gesneden, 2 knoflookteentjes. Deze pasta had ik wel eens gekocht. Eigenlijk met een andere saus. Maar ik dacht, ik ga gewoon van dit en dit en dit, dit. Een saus maken. En dan maak ik denk ik een kleine salade met die radijsjes, die sojabonen en wat sla. Dat was wel lekker. Het ziet er super goed uit. Ik heb er nog witte wijn door gedaan. Een beetje restje bloemkool, peterselie, shallotje. Ik heb het nog niet eens geproefd, maar het ziet er echt super nice uit. Dit is de salade.
beetje balsamico-crème, sojasaus, nog van die kiemen. Super grappig. Kijk, ik leg de pasta neer. En dan... Ik heb dit nog nooit gemaakt hoor. Lekker royaal. Die saus eroverheen. Ik ben helemaal niet zo'n heel erg voorstander van vissaus, maar... zeggen dat die echt lekker smaakt. Wat kiemen erop en voilà. Muziek vol saus, maar... Kijk hè. Het is 9:30 en we gaan even wandelen, want we zitten echt te vol. We zijn echt te lui. Oh, ik zie er echt moe uit. Het stormt en waait echt al de hele nacht extreem. Het is nu 27 december, dus misschien denk je dan, oh ja, dat weet ik nog. Niet normaal, maar toch heb ik gerend. Toen ik mijn bed uitkwam, ben ik meteen gaan rennen. We gingen gisteren lekker echt om 10:30 naar bed. En toen gingen we uiteindelijk pas om 12:00 slapen. Maar we hebben tot 10:30 of zo geslapen. Niet normaal, we zijn allebei best wel moe. Dus dat was echt heel chill. Toen ben ik meteen gaan rennen. En haast nu rennen en nu regent het ook nog eens. En nu ben ik lekker aan het werk, want ik heb al een week niet gewerkt. Ik vind het heerlijk om weer te editen. Dus ik ben nu precies bij... Het is nu zondag, ik ben nu bij vorige week vrijdag met editen. Ik moet echt even flink 9 dagen nog bewerken. Maar ik vind het zo leuk om weer te werken. Fluffy vindt het ook leuk, hè Fluff? En dit is dus het weer waarin wij hebben gerend. En haast nu aan het rennen dus. Oelala, er lag een verlaat kerstcadeautje voor mij van Ha. Ik ga hem nog niet openmaken, maar ik ben echt benieuwd. Wat zou het zijn? Even eindelijk weer mijn lekkere koffietje. Want ze hier wel een opschuimer hebben. We hebben worstenbroodjes. Lekker. Oh nee, worstencroissants. Yummy. Lekkere ginger juice. Hola. Hij zit in de auto, want ik heb nog geen één keer gehad sinds corona dat ik echt dacht... Wat jammer dat alles dicht is. Ik heb geen idee wat ik moet doen. Ik verveel me nooit echt of zo. Ik vermaak me altijd wel. Maar vandaag zat ik te kijken voor melkopschuimer. Zodat ik bij haar ook een melkopschuimer heb. Dus ik wil hem gaan bestellen. En toen dacht ik ineens, hé, waarom ga ik niet gewoon op Marktplaats kijken? Want ik doe dat nooit. Ik koop bijna alles nieuw. Dat is echt super zonde. Terwijl je op Marktplaats heb je ook gewoon nieuwe. Dan ga ik eens kijken of het daar is. Want dan kunnen we er even uit. Dan zag ik een nieuwe melkopschuimer. Zo'n Philips Senseo. Want die hadden vrienden gisteren ook. En die had super lekkere melk. Voor... €30 nog nieuw. En normaal zie je bij Blokkers 55 en alle andere sites 62 of zo. Dus dat is best wel chill. Alleen we moeten wel 25 minuten rijden. Of nog steeds 23. Maar dan zijn we er even uit. En ik heb deze oorbellen gekregen. Die ik nog even wil laten zien. Voor onder de kerstboom. Van goud, echt heel leuk. Voor mijn eerste gaatje is het net een beetje te klein. Maar ik vind het met zo'n ring op zich wel leuk. Dus... Was het. Jongens, ik heb hem. Hij heeft wel een paar krasjes. Terwijl ze zeggen dat hij helemaal nieuw is en nooit gebruikt. Maar oké. Maar ik ben er wel heel blij mee. Hij is mooi en hij is precies goed voor in een mannenhuis. En deze hadden die vrienden dus ook. En hij is super goed. Olé. En nu gaan we even naar de grootste Mary Luring. Amazing Oriental van de wereld. Van de, jeetje, van Nederland. Hoezo? Den Haag-Ypenburg. Dus dat is leuk. Dan gaan we even, weten we niet, dingen kopen voor eten. En ik heb zin om weer even wat grappige nieuwe dingetjes te proeven of zo. Dat is misschien ook wel leuk. Samen met H. Wow, yo. Oh my god, hij is echt huge. Dit vind ik echt het leukste uitstapje in coronatijd. Nou, de melkopschuimer staat. We hebben 2 volle tassen. Ik eigenlijk. Dus ik ga even aan jullie laten zien. En toen hebben we ook nog boodschappen bij de appie gedaan. Toen was ik ook nog eens vergeten om aluminium of versuitfolie te kopen. Toen moest ik weer naar de appie. Want we gaan morgen sushi maken. En we hebben nu voor 4 dagen eten gehaald. Dus dat is wel chill. Maar jeetje, dat is het weer veel. Verse vis gehaald weer bij de visboer. Dus ik ga nu even alles uitruimen. Ik zal eerst even normale dingen laten zien die ik heb gekocht. Een soort, het lijkt op udon, maar het is, ja... Veel dunner, deze noedel lijkt me wel lekker. Is al gekookt dus en deze. En dan heb ik 4 pakjes van de echte udon. Die waren 50 cent. Voor bij de sushi, sushi vinegar. Dit is volgens mij echt van die Chinese-Japanse thee. Dat leek me ook lekker bij de sushi. 2 sushi matjes. Deze, maar je moet dus bij de Oriental echt heel goed naar de prijs kijken. Want je had super dure en deze was heel erg betaalbaar. En de rest was op, dus ik heb die zwart. Want dan kan je van de inside-out sushis maken. Dit...
had ik van mijn vader in Berlijn, had ik dit een keer gekocht. Kimchi, dat is zo lekker. Hier had je dus ook een hele dure van. En deze was één nog iets of zo, dus dat vond ik wat chill. En ik heb een stukje spekkoek met kokos gekocht. Ha, en ik hou allebei van kokos, dus ik dacht dat was wel leuk. En dit is uit de vriezer, Frozen Young Coconut Juice. Maar het is dus ingevroren, dus die ga ik in de vriezer leggen. Ook uit de vriezer zijn deze. Dat zijn van die je altijd bij All You Can Eat als toetje hebt met van die rode bonenpuree erin. Heel lekker. Ik weet dat je ook altijd echt zo'n mega goedkope verpakking had, maar die kon ik niet vinden. En wat ook echt een tip is, deze sojaboontjes nog 1,50 of zo voor gepelde. En ik heb twee zakken in schil. En dat is gewoon ideaal. Kan je magtonnen of even koken in water. Dus die gaan ook in de vriezer. Twee zeewier. In totaal 20 sheets. Dus dat is sowieso wel genoeg. Oh ja, nog iets uit de vriezer wat ik dus niet kende. En dat is de zeewiersalade. Super grappig. Gember. Dus we hebben echt alles wat bij sushi hoort. Wasabi. En ik heb mayonaise gekocht. Want we maken daar een mixje van. Allemaal van dit soort gewoon eetstokjes. Echt een goede sushi rijst als het goed is. Miso soep. Dit is een afwasborstel. Oh, en hij heeft nog allemaal een soort van sambal gekocht. Vier. Sambal knoflook. Best wel lekker. Sambal trassi hot. Sambal. Oma sambal. Dat is altijd heel lekker, denk ik. En sambal mango. Oeh, dat is heel lekker. Dat is het enige wat hij had gekocht. En ik heb ook nog popping candy met meloen. Dit ga ik wel een keer in de vlog proeven. Matcha met mochi. Wasabi koekjes. En mochi, matcha, chocolate cookies. En dan nog twee soort van grappige drankjes. Dit is bubble tea. En bubble milk tea. Strawberry. Dat vond ik ook wel heel grappig om te proberen. Dus dit zijn een beetje... Het valt eigenlijk wel mee. Ik dacht dat ik heel veel onzin had gekocht om te proberen. Maar dat is alleen maar dit. En de rest is eigenlijk allemaal voor de sushi. Bijna allemaal bizar. Ik mag hazen voorraadkast opruimen. Dit is before. Finally, I have a nice bakkie of coffee. Ik twijfelde al even of we waren opgelicht, want hij maakt een raar geluid. Maar, nou ja, dat maakt ook een raar geluid. En die doet het ook. Bon appetit. Hola, het is dinsdag en we zijn weer gewoon aan het chillen. Ik ga iedere dag in bad, we slapen iedere dag uit, maar we zijn nog steeds niet fit. Maar het is wel gewoon heel gezellig. En Haas heeft iemand ophalen, krijgt zo bezoek en we gaan vanavond sushi maken. Zijn moeder komt nog even langs. We gaan morgen langs vrienden. En de dag ernaast alweer oud en nieuw. Echt zo'n rare vakantie altijd. Helemaal gezellig. Oh ja, mag je nog niet volgen op Instagram en nog niet gezien hebben. Ik heb 3 foto's met haar op Insta gezet. Dus dat is misschien wel leuk om te zien. Ik wil trouwens nog even een keer kijk het verschil. Een shout-out geven naar deze fantastische lipgloss. Deze, hij is zo geweldig, jongens. Gewoon één laagje en het is gewoon geweldig. En het is ook heel zacht voor je lippen. Powerful 5 Liquid Lip Balm. In de kleur... Oh, ik heb dat toen in een vlog gezegd. 060 Fresh. Nog iets. Van Catrice. Zo geweldig. Niet normaal. Echt heel blij mee. Het ziet er echt lekker uit. Oké,
Oké, nu is het tijd voor eenhoorn chocolademelk. Oh, maar hij moet niet te zoet worden. Als je het in dat ding doet en het opschuimt, is het echt heel foamy en lekker. Ik weet niet, het is een soort hele grappige bubbeltea met stukjes erin, maar ik snap dus niet hoe je dit moet maken. Zo grappig, dit is een drankje, hè? Met aardbeiensmaak. Ik weet niet of er water bij moet of melk. Dit soort bolletjes zit erin. Ja, heel vies. Ah, naar plastic. Ik snap niet helemaal hoe het werkt. Als je het opwarmt, dan worden die balletjes zacht. En dan met melk is het wel lekker. Deze zijn echt heel lekker. Dit is gewoon een soort Liga Evergreen met zachte koek. Kijk even hoe goed wij dit al hebben gedaan. Maar nu moeten we de binnenkant doen en daar hebben we niet heel erg veel zin in. Al deze stukken. Hallo, good morning. Nou ja, morning, middag. Ik ben de hele ochtend kleding aan het passen die ik had besteld voor oud en nieuw. Maar ik vind het meeste niet echt leuk. Ik heb wel weer een nieuwe badjas. Een lekkere lange. Dat vind ik ook wel chill. Dat die zo bloot is. En hij was van 50 voor 25. Hij is echt super zacht en fluffy. Niet heel bijzonder, maar wel gewoon echt heel chill van Ten Kate bij Weekamp. En Hadi moest vanochtend werken tot 12 uur. En hij ging lekker rennen en ik ging lekker mijn eigen ding doen. Hij is nu even naar zijn ouders om daar oliebollen te halen. Want zij maken altijd oliebollen ieder jaar. Ook dit jaar al is er niemand. Maar mensen komen het nu gewoon afhalen, zeg maar, bij zijn vrienden. Dat is wel heel schattig. En ik hoef vandaag niet te rennen, maar ik ga wel rennen. Want het is zo lekker weer. Dus ik ga me even snel niet klaarmaken, maar gewoon even snel aankleven om te kunnen rennen. En dan ga ik rennen en dan ga ik daarna lekker douchen en dat soort dingen. Maar het is zo lekker weer, dus ik ga weer rennen. Olé. Dat is leuk thuiskomen. Zit je lekker? Fluff, te wachten. Oh, hi, schatje. Dit was zo lekker. De zon schijnt voor het eerst sinds echt lang. Echt een blauwe lucht. Ik ga gewoon zo de deur uit. Het maakt me allemaal niet uit eigenlijk. Ik ging even stretchen. Vast een rondje gerend. Iets meer een omweg genomen. En toen heb ik nog 10 minuten in de zon gewandeld. En dat is vet, joh. Dan kom je niet helemaal kapot thuis, maar dan wandel je even uit. Dan heb je ook nog die zon. En nu ga ik op Haas balkon zitten met een koffietje, want die heb ik vandaag nog niet gehad. En even die UV in mijn gezicht, want ik leef voor UV. Ik knap daar zo van op. En het verbaast me ook dat ik nog helemaal niet ziek ben geweest dit jaar. Want normaal als ik geen UV heb en zo, dan word ik gewoon ziek, maar dit jaar niet. Dus ik ga nu even lekker in de zon, dan krijg ik een boost. Heerlijk. En ik ren dus maar 10 minuten om de dag, hè. Nu dus 2 dagen achter elkaar. Maar ik wil even om de dag beginnen, want ik voel nu al mijn benen dat het wat zwaarder is. Dus ik wil het rustig opbouwen. Maar mijn doel is niet om weer heel veel meer te gaan rennen. Gewoon 10 minuutjes. Het schijnt ook bewezen te zijn dat het gewoon super goed is. Bonnie, vind je het gezellig dat we al 2 weken bij haar aan het logeren zijn? Bonnie? Hi. Ben jij Fluffy? I love you. Waarom ga je niet meer naar bad? Durf je naar boven, Bonnie? Dit is niet normaal. Fijne oud en nieuw, Bonnie. Ik ging net even mijn auto filmen. Ga je in de wc blijven? Oké. Dit is... Nou... Dit is mijn outfit. Ik vind het alleen gek dat er geen ketting bij is. De oude naked blouse. Deze rok heb ik bij Weekamp besteld. Een oude riem. En deze laarzen. En hij heeft me geholpen. Want ik wilde zo graag even iets nieuws aan. En ik had allemaal dingen besteld. En ik vond het allemaal net niks. En dit is echt iets wat ik nog nooit gedragen heb. Zo'n soort look. Maar ik vind het helemaal leuk. Deed je nou iets daarboven? Nou. Oh, het leven met haar is zo chill. Hij zegt dan gewoon hoe laat hij graag weg wil. Maar hij is nooit gestrest. Of hij jaagt je nooit op. En hij helpt helemaal als ik een kleding... Ik had helemaal geen kledingcrisis trouwens. Ik had juist meerdere dingen die ik leuk vond staan. En ik kon niet kiezen. Ik had gewoon heel veel zin om... Oh, daar is je al. Om even wat anders aan te doen. Hm? Ik was aan het vloggen. Stinkt hier naar kaas. Omdat ik mijn auto mocht laten liggen. Ja, stinken. Oké, nu heb ik 1 minuut om nog even wat make-up op te doen. Hallo, het begint al. 6. Pas op, anders zit je in de vlog. 4, 3, 2, 1. Thank you. Hallo, gelukkig nu. Jeetje. Wij gingen
om 9:15 's ochtends naar bed. Dus dat is top. Ik ben echt verrot. Dat ben ik bijna nooit. En we hebben sushi besteld. Een hele grote. En ik hoop echt dat het lekker is. Ik heb er zoveel zin in. Eigenlijk is het een soort van ons ontbijt. Oh my god. Hey, ik had gedacht dat we in plaats van die met krabzalm mochten. Dit zijn echt mijn lievelings. Zo lekker. Was soms een 4. Olympische Spelen afgelast. Formule 1 afgelast. Lowlands afgelast. Nou, soms was het ook een 9. Ik betaal waarschijnlijk over dit jaar 0 euro winst- of inkomstenbelasting. Ja, die houdt ook wel mooi lekker in mijn zak. Ik heb weer gerend. En het was heel zwaar, want ik ben heel brak nog steeds of zo van oud en nieuw. Hallo, ik ben dus vandaag weer ineens chagrijnig. Wat ik dus heel weinig heb, maar ik had het een maand geleden ook en ik weet niet waar het door komt. Ik ben niet vrolijk te krijgen. Komt, we hebben denk ik met oud en nieuw, ik heb echt niet veel gedronken, maar 9:00 ochtends naar bed. Ik voel het nog steeds. Haza, al de tweede dag ga je nog meer voelen en zien. En dat is dus waar. Mijn ouders hebben gisteren, kunnen we even lekker komen langskomen? Mijn ouders willen... Ze zijn helemaal niet mensen die het leuk vinden om ver te rijden. Maar omdat ze weten dat ik en haar gewoon serieus zijn en ik hier wel vaker ben. Hebben ze iets van, we willen gewoon die rit wel maken. Toen zei ik, nou kom maar morgen, dus vandaag. En vandaag dacht ik echt, oh, ik heb geen zin. Want als ze komen wil ik wel gewoon lekker eten maken. Want mijn pa maakt altijd super lekker eten. En dacht ik, ja, wat ik maak, maakt hij ook heel vaak. Want ik kook een beetje hetzelfde als hij. Dus dan weet ik niet wat ik moet maken. Maar toen zagen we in de appie 2 leuke receptjes. En uiteindelijk hebben we nu echt een soort van kerstdiner. Een beetje overdreven. Maar goed, ze komen over 3 kwartier en het wordt hartstikke gezellig. Maar ik wilde gewoon ook een beetje samen iets maken. En niet dat ik dan, nou ja, whatever, maakt niet uit. Komt goed. We hebben dit voor de borrel. Bolly is echt heel vervelend vandaag. Heel cool. Dit was dus 8 euro, maar een soort hele coole kaas die in de oven moet met dit brood. 4 soorten aardappelchips. En nog toastjes met dit. En een heel lekker geitenkaasje van de Aldi. Dan mijn... Eten gaat hierop lijken. Ik heb denk ik een voorgerecht. Ik denk echt, waarom hebben we zo overdreven gedaan? Maar oké. Kaviaar. Hey, waar is het toetje? En hij gaat dit maken. En hij heeft, ik ga bij de slapen. Echt, hoe doen mensen dat die voor mensen kopen? Je bent gewoon zo 100 euro kwijt. Dat is toch niet normaal? Mijn hoofd is ook echt chagrijnig. Je ziet het gewoon. Pap en mama zijn er. Ik dacht, ik zeg het even hard, anders praat je erover. Ja. Hi. De crown. Nee. Herken je de kleur van de... Hij is mooi. Ik vind hem echt leuk staan. Dan herken je de kleur van Margaret Thatcher? Die heeft altijd iets tussen al die mannen. En dan staat ze in het midden voor. Die foto heeft ze altijd zo'n kleur bruin. Nou, dat weet ik niet. Maar je zag er mooi uit. En uitgerust. Hoe kom je zo bruin? Gisteren hebben we gewandeld in de zon. En ook 20 minuten in de zon gezeten. Mm. Wat zei je, Robin? Dat ik dus vroeger in een band speelde. En dat als de microfoon begon te fluiten. Dit in de vlog. Ja. Robin, wat sneu. Hey! Kijk, mama! Schattige Bolly doet. Ah, Bolly. Kijk, film even Bolly. Wie is een schattige Bolly? Ik zie het. Zie je, ja. Dat doet hij heel de dag, toch? Nou, mijn papa zit echt in zijn mond. Ja. Jij zag dat ik ging eten. Dit is echt een champagne. Champagne! Ja. Happy New Year! Ja? Ja, half uur. Heb je een timer? Nee. Oh, ik draai hem kapot. Ah. Zee. Wat draai je? Ik kan hier niks aan doen. Wat draai je kapot? Ja, dit ding. Oh, dat ijzer. Huh? Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Sterk meisje. Mag je hier wel schieten? Wow! Happy New Year! 2021. Vorig jaar kon je zo leuk... zeggen 2020. Nu kan je wel zeggen 2021. Happy 2021! Ons oud en nieuw was wel apart. Ja, leuk toch? Als je 9:15 pas in je bed ligt. Zonder dat je de korst een beetje open moest maken. Want als je dit ken je niet, hè, pap? September, dan ben je nog 29, nee. Weet je wel. Dat vind ik een mooie kaas leeftijd. Van nu. Heel dun. Oh, grappig, en dat ken ik wel, zo'n kaas. Hoe kunnen lepeltjes dat beter? Moest het in de oven? Ja, moest in de oven. Grappig. En nu dan weer hard laten worden. Maar het is heel... Ja, het is gewoon van... Nee, het moet dippen. Oh. Met witlof of zo? Ja, nou, we wilden brood wilden doen, maar ik dacht dat het veel te erg. Dus we kunnen gewoon die toastjes gebruiken. En witlof dippen. En witlof. Ik heb een keer bij de Italiaanse zaak had ik zo ook zo'n
dipkaas. Het is heel cool. En dan... Wat? Vindt mama dat lekker? Heel sterk? Het smaakt een beetje naar vanille met kaas smaak. Die hoef je niet in de oven te doen. Italiaanse kaas. En die was ook Rome zelfs, die ben. Ja, dat was een verwachting. Waarschijnlijk mama vindt dit heel lekker. Nee, het is voor. Oké, okay, ik ga even in mijn vlog even aan jullie vertellen wat het is. Het is een avocado mousse. Zo. Met van alles in het potje. Met een plakje gerookte zalm en sesamzaadjes en kaviaar eitjes erop. Lekker. En dan een soort van salade van sojaboontjes, mini komkommers, selderij, shallotje met sojasaus en sushi azijn en madonzout en peper en kima en stukjes komkommer en citroengarnalen. En dat was het. Madonzout heb ik nooit van gehoord. Mooi ziet het eruit. Je moet eigenlijk in een bakje alle bruinen. Ja, maar soms heb je ook die overloop en dan mis je daardoor liggen. Ja, maar die kan je laten. Dus hier ga je van blauw naar groen over. Oh, ik heb er nog geen één. Als je nu heel goed op staat. Doe even zo. Wat staat er goed op? Hé, dat lijken wel die pannen van Albert Heijn. Dat lijkt wel die pannen van Albert Heijn. Dit heb je al gefilmd, hè? Hey, Charlotte. Ja, vader. Wat is er uiteindelijk te zien op die puzzel? Een playground. Een wat? Het is het Neverland van Michael Jackson. Echt niet. Ik weet het echt niet, pap. Ik ken het niet. Ja, juffrouw Eline van het... Juffrouw Eline dichtbij, leest voor juffrouw Eline YouTube kanaal. Gaat deze puzzel maken. Heel lang met dat gezicht, die kleur. En deze is de kleur... Maar het stukje wat ik jou heb gegeven. De kleur van het gezicht is dit. Goeie stukken. Die heb je al even gekocht, hè? Woehoe! Ik weet niet of die... Zie ik lekker. Nee, dit kan niet. Ik denk dat hij dat echt wel lekker vindt. Maar dan moet ik misschien beter zoals die van Charlotte. Chocola. Ik weet niet of je gaat breken. Nee, niet dus. Wel. Dat hoopte ik. Ik hoopte dat hij dus open zou barsten. Dat is volgens mij de bedoeling. Ja? Misschien is hij niet warm genoeg. Ik had gedacht dat hij open zou barsten. En misschien was de chocola niet warm genoeg. Mensen vragen op Instagram om het recept, dus ik zal het even hier zeggen. Alleen, dit was de diamanthaas van de slager, dus daarom... Hij is zoeter waar de koel was. Ja, de ingrediënten zelf, waar kook je het? Dat is, ja, het liefstukje van de allerhande. Ja. Dit is hazenrecept. Dat van mij was geïmproviseerd. Zo werkt dat niet. Hallo allemaal, ik wil nog even zeggen dat het een hele leuke avond was. Het is nu 2:00, dus we gaan echt naar bed. Mijn ouders gingen om 11:00 of zo weg. 10:30, 10:45.
Het was zo gezellig, dus ging nog even lekker gezellig drankjes drinken. Muziek luisteren en dansen en chillen. En dat was de laatste avond en morgen ga ik weer naar huis. Dus het was een hele leuke avond. Dat wou ik nog even zeggen. Zo, ik ben net klaar met mijn mail eruit te sturen over thuisonderwijs. Aan de ouders en de roosters en alles. En toen stond er een ontbijtje klaar. Lekker. Oké, ik ga er vandoor. Na 15 dagen. Maar ik moet nu wel gaan, want anders blijf ik voor eeuwig hier hangen. En ik moet ooit toch wel weer naar huis. Ik kan echt mijn tranen niet inhouden. Het was zo leuk. We waren 15 dagen samen. Oh, ik lijk echt te jankeren, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat samenwonen echt heel leuk is. En het was zo leuk. En dan denk je echt, ik wil echt niet weg. Zelfs H, die heeft dat ook. En dat is niet echt iets voor hem, zeg maar. Ik heb gewoon nu in mijn leven voor het eerst ervaren. Ik dacht het wel, dat het met hem fijn zou zijn. Maar ik wist het niet zeker. Ja, want ik heb natuurlijk met Rup samen gewoond voordat ik alleen heb gewoond. Ik kan sowieso iedereen aanraden om eerst alleen te wonen voordat je samen gaat wonen. Maar Ruben en ik gingen direct samen wonen en we waren nog super jong, dus dat was gewoon niet echt een succes. En toen heb ik natuurlijk alleen gewoond. Toen heb ik weer een tijdje met Ruben gewoond en toen dus... Hoe lang woon ik nu alleen? 2 jaar woon ik nu alleen. En hij woont echt al 7 jaar alleen of zo. 5, ik weet niet exact, maar goed. En we kunnen allebei best wel goed alleen zijn. Maar dit was zo fijn. Ik was hier dus, het is nu zondagmiddag en ik was hier sinds zaterdagmiddag 2 weken geleden. Het was echt geweldig, gewoon niet normaal. En we hebben natuurlijk ook gewoon thuisonderwijs. Dus ik zou in principe zelfs nog kunnen blijven. Maar ik heb iets van, ja, ik moet toch een keertje terug naar huis. En maar ja. Oh, je bent zo weer als je thuis bent. Ik vind het ook lekker om weer thuis te zijn, want ik heb thuis allemaal lekkere spulletjes. Ik heb nu 2 weken lang uit 1 koffer geleefd met de gedachte dat ik daar echt 5 dagen mee zou doen of zo. Dus het is hartstikke lekker om weer naar huis te gaan. Maar ik ben gewoon vooral, ik moet vooral huilen omdat ik gewoon zo gelukkig ben dat het zo leuk was. Dat is zo raar. En dat het zeg maar raar voelt dat je weer uit elkaar gaat. Want het voelde gewoon echt alsof we samen woonden. Het was gewoon elke dag prettig. En daar ben ik gewoon heel gelukkig om of zo. En dan word ik gewoon emo. Het is gewoon fijn dat je dat, ja, weet ik, het kan ook dat je 40 jaar bent en het nog steeds niet hebt gevonden, weet je wel. Of dat je 90 bent en het nog nooit hebt gevonden. En onze start was natuurlijk best wel moeizaam. Dus ik ben dan gewoon heel dankbaar dat we zo gelukkig zijn en dat we eigenlijk een hele lastige start hebben gehad. Niet door onszelf, maar door omstandigheden. En dat het nu eigenlijk met de dag beter gaat en dat we met de dag meer om elkaar gaan geven. En dat je dan in 2 weken zo'n bewijs hebt van, dat is toch een bewijs, 2 weken lang. Vakantie, weinig geslapen, want we hebben toch wel vaak leuke avonden gehad, gisteren ook heel leuk, toch te weinig geslapen, moe, slecht weer, quarantaine en dan alsnog dat je het zo fijn hebt. Nou, dat vind ik toch echt wel een soort van bewijs, al had ik geen bewijs nodig, maar toch weer een extra bevestiging van wow, het zit echt zo goed tussen ons en daar ben ik heel blij om. En dat het ook wederzijds is, daar ben ik ook heel blij om. Dus dat, en ja. Het is raar. Je bent gewend dat je de hele tijd samen bent. En nu kom je thuis en is het stil. En nu ga ik bij hem weg. En het is vet stil. Bolly is weg. Ik ben weg. Dat is voor hem ook super raar. Mooi liedje, baby. Is het bijna tijd, Bol? Ik kom echt thuis in een mega chaos. Want ik had gewoon... Ik ben best wel met haast weggegaan. Ik had niet verwacht dat ik hier zo lang zou blijven. Ik ben nu met haast feestuin. Maar ik dacht, ik zeg het ook even tegen jullie. Ik jullie even zien hoe mijn leven er nu uitziet. Vanuit een hele harmonieuze, rustige omgeving naar dit. Ijskoud ook. Dit is beneden. Echt de hel. Echt, alles is hels. Oh ja, even de boiler aan. Jeetje. Ik denk dat ik gewoon heel veel prul moet gaan weggooien. Want ik heb zoveel troep, ha. Want dit heb ik bij jou allemaal niet. Maar je hebt het ook niet nodig, hè? Nee. Want het is waar nog ook. Ja. Ja.
cocoa butter van 4 jaar geleden uit de berging van Ruben. Gaan we die houden? Die doe ik in de tas voor mijn collega's. Wat is dit allemaal? Kijk dan maar. Wat zout? Wil jij dat? Wat zout? Ja? Kijk, nu zie ik het niet. Oh my god, ik ben zo lekker bezig met Woldy. We zijn echt heel goed bezig, kijk. Ziek goed bezig met alles. Echt heel goed bezig. Ja, la 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 la. Heerlijk. Hallo. We hebben allemaal al je microfoon uit, wat netjes. Zwaai eens als je me kan horen. Hey, wat gezellig. Zwaai eens als je nog niet helemaal wakker bent. Zwaai eens als je wel helemaal wakker bent. Goed bezig. Oké, jongens, we gaan wel. Ik wou in het rooster heb ik gezet dat we meteen gaan beginnen met spelling. Het is een flitsles. Wie had het al gezien? Duimpje omhoog als je het hebt gezien. En voor de spellingles, we doen steeds een beetje 10 minuten uitleg en dan 20 minuutjes werken ongeveer. Dus ik wilde beginnen met een dictée, maar ik vind het wel heel ongezellig om meteen al nu te gaan beginnen. Dus ik wil eigenlijk even de eerste paar minuten gebruiken om een paar kinderen iets te laten vertellen wie dat zou willen. Je mag even zo je handje hieronder, zo staat hand opsteken. Mag je daarop klikken als je iets zou willen vertellen. Oh ja, gelukkig nieuwjaar, ik was het alweer vergeten. In die tijd kun je ook je lessen afmaken. Want nu hebben we bijvoorbeeld best wel kort voor de flitsles. Dan kun je, als je dat redt, ook die flitsles eventjes nog proberen af te maken. Heb je veel tijd over, kun je nog aan je werkpakket? Hoeft niet. Ik heb ook gezegd, lukt het kinderen niet om het af te krijgen? Geen stress. Het is belangrijk dat je er bent op deze momenten met z'n allen. Dan na die weektijd heb je weer een uur pauze. Dus dat is lekker lang. Om te bewegen, om te eten. Ik heb ook een rooster gestuurd voor bewegen. Kan je bijhouden of je wel genoeg beweegt. Want dat is heel belangrijk. Lekker spelen, leuke dingen doen. En aan het eind van de dag van 1 tot 2 hebben we nog een uur. En dat is dan het vragenuurtje. Daar hoef je niet te komen. Heb ik er ook in gezet. Als je nu denkt, juf, ik weet niet waar je het over hebt. Dan moet je echt even aan mama of papa vragen. Of je eventjes dat mailtje van mij mag zien. Want daar staat alles in uitgelegd. En dat kunnen jullie zelf ook wel lezen. Dan heb je een vragenuurtje en daar mag je je vragen stellen. Dus heb jij hulp nodig? Kom dan ben ik er, dan zit ik hier, om je te helpen. Zou je misschien in mijn klas, in mijn kast bij mijn bureau, een koptelefoon voor in de computer willen pakken en die bij juf Ans willen leggen? Oh, ik heb zo slecht geslapen vannacht. Want als de chaos vanochtend, ik had in de vakantie gemaild, willen jullie voor 12 uur laten weten. 2 weken geleden, als je niet kan inloggen in deze ochtend, had ik allemaal berichten van mensen die een wachtwoord niet meer wisten. En drama en kinderen geluid deed niet. Maar het valt nog mee. En ik heb gewoon echt heel slecht geslapen. Kinderen die met 5 kinderen thuis zitten. Ik zeg, nou weet je, ik bel nu juf op school. Of ze even een koptelefoon voor je wil neerleggen met oortjes voor de computer. Dus die gaat nu op school een oortjes ophalen. Want dan kan je in ieder geval wat rustiger werken. Oh. Drama voor ouders. Respect. Ja. Wolly, je mag nu uit de kooi. Oelala, ik heb een pakketje van BenQ. Ik heb 2 screenbars gekregen. Deze kost volgens mij 100 euro per stuk. En ik heb er 1 voor mezelf en 1 om cadeau te doen. Dus dat is wel heel erg leuk. En het is een e-reading lamp die je op je computer kan bevestigen. Het ziet er echt heel erg luxe uit ook. De manual dimmer. De lamp. De Type-C socket. Power. Auto dimmer. Light sensor. Hue adjustments. Ziet er heel chic uit allemaal zeg. Dat hebben ze mooi gedaan. Dan zijn dit je 3 onderdelen. Oké, ik heb hem erop staan. Maar volgens mij is hij dus eigenlijk bedoeld voor computers. Omdat dit best wel wat breder is. Maar hij balanceert wel doordat dit een heel zwaar onderdeel is. USB doe je dus heel mooi hier erachter erin en dan in je computer. Daar haalt hij zeg maar zijn stroom vandaan. En ik heb hem nu gewoon aangezet. Ik moet nog even gaan kijken wat de functies allemaal zijn. Dit is gewoon uit aan. Echt super mooi touchscreen. Hiermee verander je dus iets in de helderheid. Warmer, kouder. Zie je dat? Dus voor in de avond, dat is wel goed. En dit is wel echt gewoon heel erg chill. Super vet en het ziet er ook wel heel erg mooi uit. Op een vaste computer is denk ik nog toffer. Maar het ziet er super high-tech en
cool uit. En voor je ogen is het sowieso echt veel beter. En het werkt ook gewoon veel lekker. Dus dit is wel super vet. Er staat trouwens ook Fit 1 tot 3 centimeter monitors. Nou, dit is dus absoluut geen 1 centimeter. Dus hij is niet echt geschikt voor mijn laptop eigenlijk. Maar ik wil er sowieso eentje voor mezelf houden voor later als ik een... Nou ja, mijn idee is dat ik dan een groter huis heb, een mooie werkkamer met een mooie vaste computer erin. Nou, en teken van goede voornemens. Ik heb een pakketje binnen van Naturally Fit. Ja, wat zit er allemaal in? Whey protein cinnamon bun flavor. Je bent sterk, je bent slim. Je bent mooi en je bent goed genoeg. Maar streven naar meer mag altijd. Nou, goeie. Even je bent al beter licht hoor. Ik ben heel benieuwd naar die cinnamon bun flavor. Nice. Nou, die vitamine komen sowieso goed van pas. En die pre-workout is eigenlijk echt wel top voor het hardlopen. Want dat wil ik echt om de dag blijven doen. Ik ben hier wel echt even blij mee. Is echt goed voor... Ik heb niet echt goede voornemens, maar is wel fijn voor een nieuwe start in 2021. Pre-workout gebruik je als boost voor je gaat sporten. Zonder cafeïne, waardoor je hart niet uit je borstkast bonkt. En smaak naar taxi. Chill. Oh ja, naast voedingsmiddelen, dit dus, bieden ze ook een heel coachingprogramma aan. Dat is heel erg leuk. Dus ik heb bijvoorbeeld al gesproken met de vrouwelijke eigenares hiervan. En die heeft bijvoorbeeld al tips gegeven voor... Ik zei van ja, als ik ga squatten... Dan werkt het bij mij niet. Het heeft ook aangegeven dat het op een andere manier werkt. Dus dat ik dan bepaalde pre-oefeningen eerst moet doen. Om die spieren meer te activeren en zo. Dat is allemaal wel interessant. Toen zei ik, oh, ik heb er nu echt nog geen zin in om dat te doen. Maar ze bieden dus ook die coaching aan. En eigenlijk zou ik dat wel moeten doen. Maar ja, ik ben nu nog een beetje lui. Maar dat is wel heel tof. Dus het is niet alleen maar een webshop, maar ook een ja, dus het hele coaching aan vast. Dan ga ik de vlogje weer afsluiten. Sorry dat ik zo laat was. Ik weet dat ik altijd laat ben, maar dit was echt extreem. En door gewoon doordat ik altijd laat ben, maar ook omdat al mijn beelden door elkaar zitten. Want vroeger stond alles per dag of per maand en nu zit alles door elkaar. Dus dat was echt één groot drama om dit te editen. Sorry, maar ik hoop dat je het leuk vond. Bedankt voor het kijken of je duimpje omhoog als je het leuk vond. En vergeet me niet te volgen op Insta en dan zie ik je bij de volgende video. Doei!